Maar daar is gewoon een plas water. Leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag, weer een nieuwe week. Ik ben nog hier, maar dat heb ik jullie in de vorige weekvlog uitgelegd. Maar ik ben nog gewoon hier bij mijn ouders. Omdat het natuurlijk vandaag nog stormt. En ik dus niet met de scooter ben. Dus opgehaald was. En dus ook weer teruggebracht wordt vanavond naar de groep toe. Ik had ook van Spraakwater een mailtje gehad met, ja, over Discord. Daar zit ik zelf even over na te denken. Ik weet niet of ik dat wil. Het is wel een goed idee. Dat is wel iets wat je zegt. Omdat ik heel veel volgers heb en noem maar op. Is dat misschien wel een idee. Maar dan moet ik gewoon even naar kijken of ik dat wel wil. Dat gaan doen. Gaan opzetten, opstarten. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar goed. Ik ga vandaag ook weer werken. Maar dat is pas vanmiddag, om 1:30 moet ik. Dus misschien dat ik nu bij mijn ouders ben, dan kan ik lopend naar mijn werk. Ja, ik moet straks even de bovenverdiepingen veren. Op de overloop even stofzuigen, dat is mijn vraag. Nou, dat wil ik best wel doen. Want mijn vader is namelijk even naar het ziekenhuis toe om bloed te prikken. Alleen, wat is die stomme oom vergeten? Zijn telefoon! Stomme oom? Kijk, daar ligt zijn telefoon. En dat is die van mij. Het is een zelftest, maar goed. Maar dat is dus zijn telefoon, hij is die gewoon weer vergeten. Stomme drie de wil bij hem. Stom. Als ik dit tegen mijn moeder zeg, die begint te lachen. Want het is echt standaard ritueel bij hem dat hij dat vergeet. Het is vandaag dinsdag. En ik kom naar beneden en ik gooi even wat weg in de prullenbak. En dan zie ik in één keer dat er in de washok iets een plas water ligt. Dat het lekkage is of zo. Ik weet het niet. Ik kom daar net in één keer achter. Ja, ik ben pas sinds gisteravond terug. De halve vloer gezien dat. Maar daar is gewoon een plas water. Ik heb het met het wel geprobeerd, maar ja. Nog even zo liggen. Want ik zou niet weten waar het anders dan vandaan moet komen. Ook zie je het al. Hier een hele plek. Daar heeft dus gewoon een lekkage gelopen. Dat was vorige week toen nog niet. Dus ik denk dat het gekomen is door de storm of zo. Ik heb geen flauw idee. Dat zal wel. Maar ook hier in de tuin hebben we ook een schutting die half rot is. En die schutting ligt al echt omver. Als je goed kijkt, zie je dat. Dat die daar, zie je dan? Daar zo. Dus die is bijna echt omver door die storm. Er hoeft nog maar één storm te komen en dat ligt omver. Het is al iets later. Ik ben net ook terug van de infoavond. Maar ik moet even naar beneden naar mijn scooter. Want ik heb namelijk mijn werk nog een keer gehad met mijn voet. Dus ik moet even dat lijstjes uithalen. En ook even beneden even een schaar ervoor pakken. Want ik heb geen schaar meer. Die zit in de verhuisdoos. Mijn schoenen heb ik half aan, omdat dat gewoon even niet anders kan. Ja, we hebben dus vandaag die infoavond gehad over de verhuizing. Ik heb een paar vragen gesteld en noem maar op. Dus ik doe even de lamp hier aan. En ik zie dat we post hebben, zie ik. Dus daar moet ik ook even naar kijken zo. Maar ja, ik heb dus mijn. Je ziet me even niet. Wacht. Oké.
ik wel de goede sleutel hebben. Zo. Maar ik moest deze er even uithalen, want ja, ik heb dus een ongelukje gehad op het werk. Ik moest een rolcontainer door en die schoot vol tegen mijn voet aan. Daar heb ik een flinke snede op mijn voet zitten, dus ik moet dat even in de gaten houden. Ook wel ontstekingen en zo. Het is vandaag, even denken, donderdag. Ik wil even de klutsen kwijt met de dagen, maar dat komt. Ik ben sinds maandag pas weer hier. Nou, ik ben bouwens weg, dus daarom ben ik een beetje de kluts kwijt. Maar goed, ik heb net lekker ontbeten ook. Ik heb alleen niet zo lekker geslapen, maar dat heeft een beetje meer te maken met die voet van mij. Die doet zeer en de wond die trekt, dus en lopen gaat ook niet echt super lekker. Want ik kan niet normaal lopen, ik loop mank. Dus ja, daar hebben we dat probleem dus ook weer. Dat is wel een beetje vervelend. Ik heb wel gewoon gewerkt gisteren ook hoor. Evenals voor vandaag ga ik gewoon wel weer ook werken. Want ja, ik ga me hier niet voor ziek melden. Omdat het gewoon niet nodig is. Ik ga even mijn lamp uit doen. Dus je kunt hem even waarschijnlijk niet goed zien. Ja, in ieder geval, ik ga dus vandaag gewoon wel weer werken. Ondanks dat ik last heb van mijn voet. Ja, ik ga me echt hier niet voor ziek melden of wat dan ook. Want ik kan gewoon wel lopen, alleen het is pijnlijk, niet echt lekker dus. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit is ook niet echt de reden om ziek thuis te gaan zitten. Omdat ik pijn heb aan mijn voet, weet je. Want ik denk dat ze nog mijn werk zullen zeggen, ja, je kan gewoon komen door mijn pijnstilling innemen. Dus daarom ga ik gewoon lekker naar mijn werk straks. Ik heb gisteren ook een goede dag gehad op het werk. Het ging op zich wel lekker, dus behalve dat ik dus natuurlijk last heb van mijn voet, maar ging het op zich wel lekker. Ik heb in mijn ouders even ook duct tape erop gehad, want die hadden ze meegenomen maandag, omdat mijn ouders duct tape nodig hadden op dat moment, maar of het weekend eigenlijk wel nodig hadden al, maar ze konden het niet vinden, dus maar toen had ik al gevraagd, moet ik het ophalen even met de auto? Nee, dat hoeft niet. Zeg maar oké. Okay. Eind van de volgende keer kunnen ze dat beter wel doen. Mij het op laten halen als ze het gelijk nodig hebben. Zo zijn mijn ouders eigenwijs. Dus ja, ze hebben dus toen weer gisteren me teruggegeven. Ik heb het even opgehaald. Gisteravond naar mijn werk. Toen ben ik daarheen gegaan naar hun en heb ik het opgehaald. Dan heb ik het weer terug en ben blij dat ik het terug heb. Want ik merk bij mijn scootzadel. Die weer een beetje los begint te gaan. Los dreigt te komen. Dus ik ga het even in de gaten houden. Vandaag was ook er iets aan doen. Maar ik denk, nou, is nog niet echt nodig. Want als het echt weer loskomt, weet je. Echt eraf gaat, weer loslaat. Dan ga ik wel weer wat aan doen. Maar nu nog niet echt of zo. Het is vandaag zaterdag. En ik loop als hier in het park. Want ik ben even op weg naar de Jumbo. Ik ga niet vaak naar de Jumbo toe. Maar ik ben er nooit. Maar ze is nu wel eventjes, omdat ik, ja, simpel gezegd, gewoon yoghurt nodig heb. Anders heb ik geen ontbijt. Ook niet voor de rest van de week. En ik zit misschien te denken om zometeen straks even het park in te gaan ofzo. Met de andere lens dan. Daar zal ik even ook foto's kan maken en zo. Misschien dat ik dat even ga doen. Ik zie namelijk hier ook hele mooie dingen die ik kan fotograferen. Dat was met deze lens niet gezien. Verstandig, maar ik moet nu erop hem zitten. Want ik zie echt hier dingetjes van de lente en zo. Dit namelijk. Krokusjes al in de bloei. Dus dan wil ik op de foto leggen met die grote lens. Maar dat doe ik straks wel eventjes. Dus even de grote lens erop zetten. Maar die is daar gewoon.
Was ook even mijn werkkleren was te gooien, was ik bijna vergeten om in de wasmachine te gooien. Totdat ik net in één keer eraan dacht. Want ik zat een vlog van iemand te kijken. En die begon in één keer over dat hij een was aan moest zetten. Toen dacht ik, oh ja, ik moet ook mijn werkkleding nog in de was gooien. Anders heb ik morgen geen schone kleding. Nou, dus dat doe ik dus nu. Even. Zo, maar ik heb ook iets leuks voor jullie. Of tenminste, twee leuke dingen. Eén ding is dat ik een Discord server op heb gericht. Samen met Spraakwater. Oftewel met Nicky van het kanaal Spraakwater. Want hij kwam van de week met dat voorstel. Want hij zei zo van ja, omdat je nu eigenlijk al best wel veel abonnees hebt, is het misschien niet een leuk idee om een Discord server op te starten. Want zo kunnen wij gewoon met elkaar vaker praten in plaats van één keer. Dus vandaar. En toen dacht ik, ja, dat is wel een goed idee. Dus gisteren had ik gekregen op zijn mail. En zo doen we dus. We hebben een Discord server gestart samen. Hij heeft echt de rest vandaag ingesteld voor mij. Dus dat is wel fijn, want hij had ook geschreven in de mail dat hij dus dat dan zou doen. Dus hij heeft het wel gedaan. Dus mocht je interesse hebben in vastgezette reactie onder mijn vlog, daar staat een link en anders ook in de beschrijving. Maar ik zal gewoon even die makkelijker maken in de vastgezette reactie neer te zetten. En ik heb ook nog iets leuks. Ik heb namelijk ook eigen merchandise. Oftewel eigen kleding. Die ik kan kopen. Mocht je dat leuk vinden. Maar zo kan je op die manier ook mijn kanaal een beetje supporten en steunen. Dat linkje zet ik ook in een vaste reactie onder deze vlog. En staat ook gewoon in de beschrijving. Mocht je er interesse in hebben. Je kan daar echt een heleboel kopen. T-shirt, truien, hoodies. Je kan er genoeg bestellen, dus kopen. Er zijn soms ook wel kortingacties. Dus krijg ik soms wel eens korting, 15% korting, bij wijze van. Dus dat, dat kan je dan zien. Dus klik dan op het linkje als je interesse erin hebt. Ik dacht, misschien is het ook wel leuk om dit aan jullie te vertellen. Alleen, het is nou echt even donker hier. Ziet me echt niet goed. Ja. Maar, dus mocht je interesse erin hebben, kan je dat doen. In alle twee de dingen interesse hebt. Waarom ik die merch ook heb, is omdat ik natuurlijk ook al 460 abonnees heb. Dacht ik dat het wel leuk eigenlijk om merchandise te hebben. Dus dat heb ik nu. Dus mocht je het leuk vinden. Maar vanmiddag heb ik dus ook even gewandeld. Alleen daarna toen kwam ik thuis kreeg ik koppijn. Ik heb er nu nog een beetje last van. Ik ga even lekker weer vlogs kijken. Gaan we zo meteen eten maken. En dan is het weekend alweer voorbij. Niet dat ik nu al de vlog af ga sluiten. Want dat is nog veel te vroeg. Maar ik ga in ieder geval wel relaxen en even mijn telefoon opladen. Het is al iets later en ik heb met mijn moeder even gesproken over meubels kopen van IKEA. Dat het niet zeker is over alles wat ik meekrijg in de auto. En dat ik er misschien toch een gedeelte online bestel. Eindstand zou ik toch moeten doen, want we moeten binnenkort ook een bureaustoel kopen bij IKEA voor mijn vader. Dus ja, dan moet dus misschien een gedeelte toch online besteld worden. Meebesteld worden met het bed en de bank die ik ook bij IKEA ga kopen. Dus ja, en ik weet niet of ik het dan hier laat bezorgen. Op het nieuwe appartement als we 1 april daarheen mogen gaan. Wat we ook dan wel gaan doen. Of we daar dan een boel laten bezorgen. Maar ik weet niet of dat zo slim is, want dat adres is net nieuw. Ik denk niet dat ze dat zullen kunnen vinden. Dat, ja, dan moet ik eventjes gewoon even met mijn huis overleggen, want ik weet het niet, weet je. Want dat is ook eventueel een optie, maar ik twijfel, gaat dat goed? Straks gaan ze naar de verkeerde adres en hebben we dat ook weer. Ja, dus ik moet gewoon even kijken.
Ik denk dat ik dat weekend voordat we gaan verhuizen, dus een paar dagen ervoor, dat ik het hier laat bezorgen. Ja, dat gewoon doe. Dat ik het dan hier laat bezorgen. En dan de maandag de spullen meegaan. Moet gewoon even kijken. Ik moet echt even, ja, goed even overleggen. Want dat is eenmaal nu nodig met die verhuizing. Want ja, dat is best wel lastig. Ja, voor de rest eigenlijk gewoon niet heel veel. Ja, lekker geëdit. Mijn weekvlog is bijna klaar met renderen. Dus ik kan die ook zo meteen straks even inplannen. En dan morgen weer een nieuwe vlog editen. En dan kan ik ook weer, als die af is, weer in, online in de planning gezet worden. Dus ja, gewoon eventjes nu vooruit werken. En dan komt het wel goed. Ja, dus eigenlijk wil ik ook de weekvlog afsluiten, want ik ga niet meer verder vloggen, want straks ga ik ook gewoon naar bed. Maar morgen moet ik weer gewoon werken. Dus eigenlijk wil ik wel bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk een duim omhoog en vergeet natuurlijk niet beneden op mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje en ja, dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.